Ah, ik ben Dave van de Dave Podcast. Vandaag heb ik Patricia Ednel. We gaan rustig beginnen met praten. Maar ik ga die curvebal nog verder gooien, zodat je niet wat er te wachten staat. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde. Mevrouw Ednel, welkom. Ja, dank je. Eindelijk heb ik je hier in de studio. <laughs> ja. uh, voor de van start ik altijd mijn sponsor bedanken. InStyle Optics, dank je wel voor deze bril. Uh, ik vind het zo fijn boy dat ik zo'n sponsor heb. Ik ga elke week naar binnen. Ik pak welke breed ik leuk vind. Dus mm -hmm. ze zeggen dat moet variëren. Maar nee. Ja. <laughs> ik blijf maar diezelfde pakken. pakken. <laughs> dus bij deze zijn aan uh, de Wilhelminastraat. Check die tori. Ik ga vaak ook langs wonen omdat ik een koffielust. Mijn service is dus. Is geweldig. <laughs> <laughs> dus zoals ik zou zeggen, ga bij InStyle. En there uh, to be different. Welkom. Uh, ik heb het nooit, ik heb het nooit, uh, het is nooit een geheim geweest dat ik heb gezegd dat ik voor u had gestemd de afgelopen ronde. Yeah. En ik ga ook direct zeggen waarom. Okay. Uh, ik had eerst voor DA gestemd, ja 91. Yeah. Toen vond ik dat paars 1 het goed had gedaan. Yeah. Dus toen heb ik voor paars 2 gestemd. Okay. Maar toen was ik zo teleurgesteld in paars twee. Yeah. En ik wist niet wie u was. Okay. Ah, en toen ging ik naar dagje naartoe de point. En ik zag dat je Melvin boven, om hij van. het Ongedestilleerd naar zijn moeder had gestuurd. In die... <laughs> <laughs> en dat was de uitzending. Ja, dat weet ik. En ik heb Melvin, hij is, hij is, hij is goed gebackt en zo. Misschien Vrouw, voor jou. onderste ondersteboven. Ik dacht, hé, voor die dame moet ik staan. <laughs> En zo is het gewoon gegaan. Dus daarom. Deze okay. keer weet ik nog niet voor wie ik ga stemmen, ik ga je eerlijk zeggen. Oké. Okay. Uh, dus ik hoop dat jullie allemaal een goede beurt maken. Absoluut. <laughs> het is toch geheim, dus je houdt het voor jezelf. Oh no, ik vind het juist... Uh, het is juist belangrijk, naar mijn mening, dat we erover kunnen praten voor wie je hebt gestemd. Ja, nou, dat je ook je hebt gemaakt, ja. Is ja, ik. Ja, ja. ja, maar toch? ook, uh, ik ben niet iemand die... Ik ben geen partijloyalist. Oké. Okay. Ik ben een nationalist. Oké, okay, en dan kijk je naar de mensen die op je yeah. lijst zijn. Juist, en voor mijn gevoel was er te veel. Um, Iedereen rende naar paars of oranje. Oké. Okay, yeah. En voor mijn gevoel had ik iets van. Mm, ik wil niet dat één partij te veel power krijgt. Dus dat. Dus ik ga even kijken. Let's it. Ja, ja. Je moet anderen ook wat tegenweg kunnen geven. Helemaal. Tegenweg, tegenweg. Ja, je hmm. moet de anderen ook laten bepalen. Juist, nee, niet twee, yeah. maar yes. als er drie zijn, is er altijd balans. Bre beter. Yes. Snap je? Dus. Um, yeah. Dat was naar mijn onderbouwing waarom ik heb gezegd: van no, ik no niet En Deze keer ga ik even kijken wat er, wat er gaat gebeuren. Goed. Dat gezegd hebbende, mm -hmm. ben je blij dat jullie de oppositie zijn gestapt? Zeer zeker. dan moet zeggen: blij, blij, blij. Yeah, we zijn Weet je wel, voor mij is het: ik ben blij omdat over De samenleving iets beters moeten geven. Dat is het, weet je. Want kijk, je kan blij zijn om voor, iets, voor een bepaalde reden, ja. maar ik ben blij omdat ik vind de samenleving verdient beter. En wat de coalitie toen uh, allemaal deed, was uh -huh. absoluut niet goed. En niet doet. gericht, nog steeds ja. Uh -huh. En um, dus uh, vanaf het begin ook heb ik ook duidelijk gezegd toen ik weer, voor de, toen ik to de tweede keer in het parlement kwam van Patricia Etnil. Je blijft kritisch. Je blijft volgen. Je hebt gezien hoe het toen was met die coalitieleden. Van <kwijnt> hé, hey, eigenlijk waren ze meer de hele likkers van de regering dan volksvertegenwoordigers. En dat mag je niet zijn. Als jij de difference wil uitmaken, een verschil, moet je een volksvertegenwoordiger blijven. Ook al waar je partij staat. Als het nou is in de oppositie of in de coalitie. Jij bent een volksvertegenwoordiger. Dus je moet het volk ten aanzien alle tijden vertegenwoordigen. En dat heb ik gedaan en ik zag van... Hey, uh, de regering snapte het niet van waarvoor ze er waren. En voor mij was het des te meer like... wat is er aan de hand? Ja. Want zowel de heer Santoki als de heer Brunswick... hebben in de oppositie gezeten en hebben alles meegemaakt. Ja. Dus voor mij was het van... wat is er met ze aan de hand? Maar ja, macht, belangen... maakt dat bepaalde mensen echt veranderen. En dat heb ik gezien. Vind je dat de nut van het DNA nog bestaat? Absoluut. Ja? Ja, de nationale. Ja, wat, 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 wat hebben jullie voor elkaar kunnen krijgen? Want waarom nee. wordt de president niet naar nou huis gestuurd bewezen? Wanneer het volk zo opstand komt en alles. Ik geef een voorbeeld hoor. Mm -hmm. uh, ik zie de DNA. Eigenlijk, als ik geen zin heb om naar een soapapparaat te kijken, dan kijk ik een beetje naar DNA TV. Omdat het zo simpel is. Wie valt onder de coalitie, zegt ja. Wie valt in de oppositie, zegt nee. Voor een de, voor de leek als ik. Daarop leek het. Dus waarom, nee. is het, waarom is het dat er zo vaak wordt geprotesteerd binnen de DNA, en toch krijgen jullie dingen niet van elkaar? Kijk, de Grondwet. Je ...bepaalt dat er balans moet zijn tussen ja. de machten. En met name balans tussen de uitvoerende en de wetgevende macht. Maar hoe zit het met de rechterlijke macht? Want die wordt ook een beetje bespeeld de laatste tijd. Naar ja. horen zeggen. Nou, ik wil de rechterlijke macht in deze niet bij betrekken... ...omdat de <laughs> rechterlijke macht niet, geen deel is van die uitvoering. De rechterlijke macht moet, is deel om het recht in balans te houden. En het moment, en daarvoor moeten we wel waken... Het moment dat we de rechterlijke macht dusdanig gaan bespreken. en we eigenlijk het gevoel creëren dat recht niet meer bestaat. hebben we een probleem. Maar dat probleem hebben we al. En dat probleem moeten we juist niet benadrukken. Wat we wel moeten doen. is steeds erop wijzen. dat de rechterlijke macht conform de grondwet. zijn of haar taken moet kennen. En dat is waarvoor we. daarom hier vrouw Justitia. Ook een blinddoek. Want ze heeft het niet yes. zomaar. Ze heeft het niet omdat, ze, omdat het leuk is. Omdat het mooi is om dat te blinddoeken. Ze heeft het omdat ze recht moet spreken. Dus je gaat niet kunnen kiezen voor justitie. Je gaat niet kunnen kiezen voor voordelen. Je moet recht spreken. En recht spreken betekent dat degene die... Uh, het recht te komen... dat zij het moeten krijgen. Maar ook zij die het recht niet te komen... moeten beschermd worden. Ja, maar dus dus ik ben blij dat je dat zegt... maar ik, vind het, ik wil toch even daarop inhaken. Sorry. Uh -huh. Maar voor mijn gevoel is onlangs... wat gebeurt met een parlementariër... waarbij een jongen is opgesloten. Yeah. Die apps zijn overal door de ronde gegaan. Uh -huh. De ouders van die jongen zijn gegaan. Maar wanneer ik zie dat bijvoorbeeld... hoogwaardigheidsbekleders erbij zijn betrokken... in welke vorm dan ook... ik zeg niet dat die persoon schuldig is... Maar er is een bepaalde betrokkenheid bij die zaak. Dat het direct een... Uh, er wordt niks gedaan. Met, met die, die hoogwaardigheidsbekleders. Kijk, dat is vrouwen niet... Is, dat is, vrouw Justitia, stiekem dat doekje aan het optellen van mijn gevoel. Dus kijk, het komt daar Ik nog niet vergissen. bij, vrouw Justitia. Want hmm. er is nog steeds een PG. Een procureur-generaal. Maar die valt toch ook onder die toren? Ja, maar... Uh, zij heeft het OM onder zich, tenminste niemand zegt het OM onder zich, het OM is haar werkarm. Dus de procureur-generaal moet altijd ervoor zorgen dat er onderzoek wordt gedaan en niemand moet ervan uitgaan dat wanneer zaken niet goed zijn afgehandeld door uh, KPS, dat zij het recht niet hebben om een brief te schrijven, dan wel een verzoekschrift te richten naar de PG voor bijstaan. De grondwet is duidelijk. Ja, maar je Iedereen hebt een op je brieven. Nou, ik heb ook al duizend brieven geschreven naar de DNA vroeger en nou antwoord. Nee, nee dit, dus dit, DNA. Dit, 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 niks, niks, niks. Nee, kijk, DNA, kijk nee, wat maar de ook, DNA. ook ook het kabinet naar nou, alles wanneer je brieven schreef, ik heb nooit antwoord. Als je als nee, dus dat, dus dat is puur. Ook, ook zelf wanneer de vakbonden brieven schrijven, de Indianen komen in opstand, ze leveren partities in. Dat wordt nooit beantwoord. Als je zegt, de is die machine dat Dus kijk, wanneer je <laughs> een petitie <laughs> indient, bijvoorbeeld yeah. bij DNA, yeah. is het helemaal los dat wanneer de procureur-generaal vraagt yeah. om bijstand. Mm. De procureur-generaal moet iedere burger beschermen. Als jij vindt dat je recht niet goed is behandeld. of dat, je, dat iets niet goed is voor jou binnen het recht. mag je de procureur-generaal een brief schrijven. En de procureur-generaal moet antwoord geven. De procureur-generaal moet een onderzoek stellen. Het is los van het parlement. Okay. Dus dat is haar of zijn rol. Ja. De procureur-generaal ja. moet iedere Surinamer beschermen. Tegen zaken die niet goed zijn. En ik bleem, ga, ervan uit, he, je ik ga ervan uit dat de procureur-generaal in haar taak, want het is een vrouw, niet faalt. Ja. En als ze faalt, dan heb je als persoon nog steeds, want dat kan je wel doen, mensen mm -hmm. weten het niet. Je mag ook beroep doen op het constitutioneel hof. Het constitutioneel hof mag ook zaken van burgers behandelen. Oké. Okay. Van luister, mijn recht is niet zoals ik het wil, dit is het. En het constitutioneel hof mag een onderzoek doen en mag zeggen: van oké, okay, nee, dan moet conform zo'n wetsartikel wel alles op orde gesteld worden. Want we zien dat met de zaak van bijvoorbeeld uh, amnestiewet, mm -hmm. met de zaak van uh, kiesregeling. Het gaat om zaken die de burger ten goede moeten komen en het constitutioneel Hof die heeft ervoor gezorgd dat er een uitspraak is gekomen. Dus de samenleving mag nimmer het gevoel krijgen dat de rechterlijke macht zijn of haar recht niet beschermt en dat is belangrijk. Ik ben blij dat je het hebt verduidelijk, want um... Ik ben niet van de regering. Ja. Dus ik ben het volk. Ja. En dat gevoel bekruipt ons wel de laatste tijd. Absoluut. Dus ik heb niemand beschuldigd. Maar ik moet wel eerlijk zeggen hoe we ons voelen. En dan en, en, weet u wat het ding is: kijk, de mensen krijgen niet de juiste informatie. Mm -hmm. Omdat um, het vaak genoeg uitblijft. En men probeert zogenaamd loopholes te creëren. Van oké, okay, um, als je het niet weet, dan weet je het niet. Mm. Maar recht is recht. En er is geen enkel andere ding. Dan om, as, as, om te zeggen, recht is krom. Recht ja. is recht. Toch? En het staat daar, dus je moet er gebruik van maken. Dus ik roep van hieruit ook alle Surinamers op. Je hebt je grondwet, je hebt je, je, je rechterlijke staat, je hebt de procureur-generaal die je moet beschermen, je hebt het constitutioneel hof die je ook kan beschermen. Maak gebruik. Niemand mag je beletten. Niemand. Oké. Okay. Jullie waren net in de coalitie, toen jullie begonnen met regeren, waren jullie ook in de coalitie. Ja. En wat me wel eens eerst opviel, en BBO-Actie is wel, wel. Mm -hmm. jullie hebben paars verschrikkelijk fight tegen IMF. Ja. En het eerste wat er wordt gedaan is met jump naar IMF, zeggende er is geen andere keus. Oké, okay. we spoelen vooruit. Want alles wat waarmee we niet eens waren. Is IMF bepaald, IMF wil het zo, so, IMF wil het zo. So. Drie jaar verder is de IMF degene die in mei de regering enorm naar zijn verstuurt. verstuurd. Absoluut. Volk améritorie. Dus eigenlijk ah. is er niet alleen voor het gelogen dat we niet naar de IMF moeten gaan, er wordt ook gelogen dat IMF de schuldige is in deze. Helemaal. En. Laten we zeggen vanaf de regering Boutersen yeah. wist ik dat IMF geen probleem was. Wat was het probleem? Mm het -hmm. probleem was de manier waarop IMF werd um, geplaatst in die samenleving, alsof het een probleemfactor was. Okay. En toen we zagen dat alle uh, binnenlandse leningen waren uitgeput door de regering, de regering Boutersen kon niet meer lenen uh, binnenland dus binnen Suriname. In het buitenland stonden we in grote problemen. Wisten we dat de gang naar IMF toen was alleen om ervoor te zorgen dat er meer leningen genomen wo konden worden. Mm. En dat was een heel groot probleem want wat gebeurde er op dat moment? het gevaar van onze SRD werd steeds groter uh -huh. in die zin van de kracht van onze munt werd helemaal verzwakt vanaf dat moment en uh -huh. dan was het zo van waar kies je voor waarom ga je meer lenen en je gaat niet meer produceren uh -huh. waarom zeg je bedank je een Alcoa, maar je creëert geen mogelijkheden wat is het probleem? Waarom geef je de Chinezen zoveel vergunningen binnen de visserij? En je bent niet eigenlijk bezig jouw verdiencapaciteit te vergroten? Waarom geef ja. je zoveel concessies weg? Dus de problemen die in 2017 ontstonden. En de gang naar de IMF toen hebben we toen aangegeven van nee je gaat niet naar IMF voor een bieter Suriname je gaat naar IMF omdat je wil gaan lenen en toen IMF ze door had, hebben ze IMF toen bedankt, ja. no? het was niet omdat wij allemaal vanuit de oppositie heel veel kritiek hadden over het gaan naar de IMF. Het was puur omdat de IMF door had wat Suriname bezig was te doen. Oké, okay, maar toen zijn jullie wel oh. naar de IMF gegaan? En toen zijn we naar de IMF gegaan omdat we zowel binnenland als buitenland hadden we grote problemen om ons, eigenlijk, ons neer te zetten als land en om ervoor te zorgen dat we de leningen die we hadden dat we ze binnen een bepaald termijn terug konden betalen. Maar ik wist ook dat IMF zijn concept van hoe ze een land helpen was veranderd. Het was niet meer puur economisch, omdat we ook met IMF hebben gezeten en mijn vragen waren steeds: IMF, bepaalt u hoe een land bestuurd moet worden? Bepaalt u het sociaal beleid? En IMF zei elke keer bij alle gesprekken waar ik aanwezig was van nee. Maar waarom heeft de president zoveel gelogen erover dan? Omdat hij de ruimte kreeg. Want ik was een van de parlementariërs die daar steeds op wees. Binnen het parlement, bij elke interview van Surinamers, u wordt belazerd. IMF mm -hmm. heeft niets te maken met het feit dat de regering ervoor kiest om steeds zaken door te voeren. En het sociaal beleid niet goed uit te voeren. Dus, dus, dus even kort samengevat. Er is enorm voor ons gelogen. Punt. Absoluut. Gewoon, Pritpanje is er voor de ons. Nee, maar lee. Klaar. En het is zielig, het is triest, het is gewoon verschrikkelijk ja. dat de regering dit heeft gedaan. En dan hoor je de president. En dat, hé. Hey, dus als dat gromistje. Ja, Dat de wel ingelicht te krijgen. Dan gaat die man zeggen, ik bedoel als president, ja, toch? Ja. ja, er zijn twee kabinetten op sociale zaken. Ik bedoel, en niemand in wel te kringen wijst die man erop. Conform de grondwet is de uitvoerende macht in uw handen. Ja. Dus hoe komt u mij dat hier vertellen in een interview? Dat betekent dat u een president bent die een brevet van ongeschiktheid per direct moet krijgen. Want dat je me dat komt vertellen in een interview is de reinste kolder. Je gaat me dat niet komen vertellen. Waar is je macht? Maar, wat, maar, maar, maar hij, wat ik ook zie is dat er steeds commissies worden benoemd die Ach, boven de minister zitten. Maar, hij dat, de dat, dat, in. maar dat breek je toch eigenlijk de grondwet al? Dan vertrap nou, je de grondwet. Hij, al. Nou, luister, die man heeft niet eens begrepen hmm. dat de grondwet zegt dat we een nationaal bestuur hebben en een regionaal bestuur. Ja. Dave, ik heb onderzoek gedaan en hmm. ik heb een brief geschreven voor de minister van Financiën met een concreet voorstel om nog een begrotingspost, een lagere organen in te voeren op de begroting. En ik heb nog uitgelegd met feiten waarom. Mm -hmm. Ja? Weet je dat de minister van Financiën me nooit antwoord heeft gegeven op de brief? En dan komt die vrouw van IMF aan de tafel, komt ze zeggen aan de regering, u doet niets aan districts benaderingsontwikkeling. Maar zie je, je brieven worden al niet beantwoord. De laatste mijn brief die gaat schrijven. Dus daar! Ja. Nee. Je hebt het net gehad over die brieven. Dan moet je niet antwoorden. Je hebt het niet zelf. Mijn Maar ik ben nog niet klaar okay. met hem. Hè? Ik ben hmm. nog niet klaar met deze regering. Ik ben nog niet klaar met minister Raghubarsi. Ja? Ik ben nog niet klaar met Santoki. Ik ben nog niet klaar met Brunswijk. Geloof me, ik ben nog niet klaar met ze. Want wat ik met ze ga doen. Het maar, moet een voorbeeld zijn voor alle leiders die willen komen. Dit moet je niet doen met het land. Maar, kijk, nu zijn er mensen, waarschijnlijk, ik, vandaag zijn er mensen op straat. Dit komt pas over twee weken uit, dus we zullen zien wat er in de tussentijd is gebeurd. Hoe kan het dat wij dan accepteren dat er zo voor ons wordt gelogen? Want eigenlijk, in, 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 gewoon kort door de bocht, zij hebben ons dus geperst in deze situatie. Want... Ik heb begrepen dat op dit moment nog steeds geen enkele lening is betaald. Al die leningen die zijn genomen, mijn scherm vorige regering, en mensen moeten bezuinigen om hun troep op te ruimen. Maar men heeft nog niks betaald. Dus je hoort dat steeds. De president vindt dat dingen worden betaald. Maar er is zoveel geheimhouding. waardoor je ook als, kijk, als parlementariër, ben je gebonden aan de informatie die je krijgt van de instituten die bij de staat van de staat en als je steeds hoort... er zijn leningen betaald... je krijgt bij elke begrotingsbehandeling... krijg je ook een staat van uh, ja. de regering... wat ze allemaal hebben afgelost. Dat zie je wel... Dat op die lopende balans er leningen zijn afgelost. Maar de vraag is welke leningen zijn concreet afgelost? En steeds wanneer je die vraag stelt, en het is bij elke regering zo, ik vraag me af waarom zo'n geheim erover, krijg je steeds te horen: ja, we sturen een opgave, we sturen een dit, we sturen Is er, een er ooit dat. de opgave gestuurd van de leningen die werkelijk zijn betaald? Om deze ruis te voorkomen? Wat Misschien ze hebben, ze hebben ze gedaan, betaald. ze hebben de binnenlandse schulden <coughs> hebben ze opgestuurd. Maar dat van buitenlandse schulden hebben ze nog niet opgestuurd opgestuurd. In die drie jaar zijn ze vinden. Ja, in die drie zijn vinden dus ze waren dagen. bezig in, de, in, in 2020, 2021, 2022, waren ze bezig te onderhandelen. Dat weten we nog, we kennen die gesprekken nog. Ze waren bezig te onderhandelen, ze konden niet met een, dat een besluit komen. Dus um, maart vorig jaar, maart 2022, vonden ze van ze hebben een besluit, er is een, een, een schuldherschikkingsakkoord, dus ze gaan beginnen met aflossen. Wat betekent dat we bij de begrotingsbehandeling van 2024, dat is die straks moet komen, hoop ik, moet de regering ons wel een staat geven van hoe de buitenlandse schulden zijn afgelost. Dus ik hoop dat we het krijgen. Maar, dus lang, maar om terug te komen op die ene stelling, dat dus eigenlijk we eigenlijk worden afgeperst door onze eigen regering. Dat is mijn stelling. Absoluut. Helemaal. En daarom met die hele BTW-wet. Ik heb bij elke begrotingsbehandeling, Dave, ik, geef ik voorstellen en oplossingsmodellen. Maar je brieven worden niet beantwoord? No? Nee, nee, niet eens mijn brieven, hoor. Mijn hele relatie in het parlement. Ja. Er is een heleboel dingen eromheen. De president, want wanneer hij die... Die mensen, wanneer hij die drukking voelt, dan gaat hij plotseling wat komen zeggen in ja. het parlement. Bij de laatste begrotingsbehandeling heb ik de middelenbegroting middele behandeld. Dat is wat... Het is de zijde van de begroting waarbij je duidelijk ziet wat die staat verdient. Yeah. Dan heb ik dat belicht. En ik denk dat ze zodanig wakker zijn geworden van: Migado. Weet je, want ze hadden het niet verwacht. Mm -hmm. Niemand had het verwacht van: hé, hey, een parlementariër gaat niet kijken naar wat die projecten allemaal zijn. Yeah. Maar wat zijn de inkomsten van de staat? Daar heb ik mijn scope op gelegd. En ik heb ze laten zien. Wat de minpunten zijn. Ik heb voorstellen gedaan voor de visserijsector, houtsector, goudsector. Voor. Uh, 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 sowieso. Uh, wat, wat voor sectoren nog meer? Voor uh, grond heb ik voorstellen gedaan met betrekking tot gronduur. Ik heb onroerend goed belasting behandeld. Ik heb ook aangegeven wat er moet gebeuren. Uh, verder heb ik ook aangegeven hoe we ervoor moeten zorgen dat we onze exportmogelijkheden vergroten met onze kleinschalige, uh, on met onze kleine ondernemers. Ik heb voorstellen gedaan van weet ik veel wat nog meer. Hebben ze er wat mee gedaan? Niks. En ik ga je wat zeggen. Weet je wat ik erg vind? Ik heb een coöperatie ODI, ja. we zijn nu al een jaar. En ik ben, we, wer we werken nu met tien ondernemende vrouwen. Mm. En ik ben die coöperatie begonnen vorig jaar. We zijn nu, het jaar daarvoor waren we ook bezig. Het gaat om het schooltassenproject. En ik heb toen gezegd: van, Weet je wat? I could make a difference. Het kan anders met deze vrouwen. En we hebben het gedaan. We zijn nu een jaar en die vrouwen, die zetten progress. Van hey, weet je, Ze maken tassen, ze veranderen hun producten. Ik heb nu bepaald, Dus we zijn, niet het is niet, is niet van mij, het is een wijding. Wij hebben nu vrouwen. Ja. Zodanig bewogen om hun productie te verbeteren, om hun producten beter te maken, dat ze nu tassen en spullen afleveren, bijvoorbeeld voor ReadyTags. Maar ook dat ze zien van hé, we kunnen geld maken. En wat ik erg vind vreselijk erg. Dat de president ervoor kiest voor dit jaar om een gunning te doen. Aan een bedrijf. Om die 10.000 schooltassen te leveren, dat ze zeggen: import schooltassen voor de staat. Ik vind dat. Dus ik denk bij mezelf: wat voor leider ben je? Je bent helemaal ondermaats qua denken, want elke andere leider had gezegd: weet je wat, Luko Laat ze die 10.000 tassen maken. Bijvoorbeeld, en niet eens 10.000. Ja, maar misschien die is moet je wel die push geven. Laat ze 3.000 maken, want misschien wil je je nog niet. Allemaal geven aan de mensen. Ik kan me voorstellen. Maar je brengt je eigen product. Absoluut. En dan praat deze president over local government, Dave, local, local content. Deze president, samen met de directeur van Staatsolie, praat over local content. Hebben ze begrepen wat local content is? Hebben ze begrepen dat ze eerst die ondernemers de mogelijkheid moeten bieden om. Hier te produceren voordat ze groter gaan. Maar was je ervan op de hoogte dat er hier lokaal werd geproduceerd? Absoluut. De staat, de staat heeft dit jaar wel veel minder tassen afgenomen. En meneer Agubar zien heeft vanuit uh, zijn sociale pot, en dat is ook het grootste probleem mm -hmm. van deze regering, er zijn te veel sociale potten, terwijl er één sociaal beleid moet zijn. Maar de minister, minister Ragobarsing heeft vanuit Financiën heeft hij één school geadopteerd. Eén school. Ja? Maar waarom die school? Hij heeft gewoon gekozen. Oké, okay, maar, maar we waren, we, er waren we tien scholen die we schooltassen wilden geven. We hebben niet eens die tien scholen kunnen geven. En het waren maar 500 tassen die we wilden produceren. En daarna zeg ik het ook als de president. Iets wilde bereiken met kleine ondernemers, had hij gezegd: van oké, okay, luister, coöperaties. Ik heb een betoog gehouden waarom coöperaties belangrijk zijn in het parlement. De president, die man heeft geen touch met wat hij wil bereiken met dit land. Die man zit daar en die man zit puur, denk ik, om. Zichzelf te verheerlijken. Om te denken: van oké, okay, ooit eens gaat mijn foto ergens hangen. <laughs> ja. En dan was ik president. Hall of shame. En dan, weet hij je gaat je in de hall of shame hangen. <laughs> <laughs> en hij is in de hall of fame. In de hall of shame. In hall of shame gaat hij hangen, ja. Hij gaat daar staan en dan, weet je, denken van ik ben president geweest. Maar dat is all, Voor ja. de rest legacy nul. Maar well. dan heb je nu, als ik ga kijken naar leiderschap, toch? Yeah. Ja. Want veel wordt gezet op de president. Natuurlijk, je bent één verantwoordelijke, dus je bent de hoogste boom. Absoluut. Maar wat, ik wel, wat me wel is opgevallen, is dat toen Bouters aan de macht was, de VP heel stil was. Mm -hmm. Nu heb ik een VP, die, sorry, koning, die uh, onder de president valt. Dat is weer een nieuwe constructie die ik nog nooit heb gezien. Maar hoe kan het dat hij zoveel kan doen en laten dat. Ik heb echt iets heb van, oh, dit is gewoon te gek voor woorden. Ik neem hem ook niet kwalijk, want niemand, niemand doet hem wat, niemand zegt hem wat. Maar hoe kan het dat, dat de huidige president zo stil is? Is dat dat hij niet spankt? Is het dat hij erbij betrokken is? Of is het dat hij gewoon niet capabel is? Maar betrekking tot de positie van de vicepresident? Ja, dat he, hij houdt niemand in toom. En vooral het gedrag van de vicepresident. Okay. En ik neem de vicepresident nogmaals niet kwalijk, want het wordt hem toegelaten. Kijk, de, als we naar de vicepresident kijken, en ik wil hem niet eens het, de naam koning uh, gebruiken, hoor. Omdat hij koning is voor zijn innercirkel. Toch? Hij is geen koning voor... Hij hey, heeft titel. Uh, ik weet niet hoe je hem het even gegeven, <laughs> Maar goed, de garantiet kent geen enkele koning. Yeah. Dus ik zou, ik, zou, ik zou hem niet eens het voorrecht geven yeah, om, hem, yeah. om, dat, om hem zo te noemen. Ik vind maar het goed, ook heel sarcastisch, hoor. Want yeah, ik heb er ook geen I respect know, voor. <laughs> maar hij is vicepresident. Er is zoveel dat niet goed zit bij de manier waarop de vicepresident de zaken doet. Mm -hmm. Maar wie creëert dat? Dat wordt gecreëerd door deze regering, mm. want er is één regering, yeah. klaar. Dat zegt dat. Emilio grondwet, grondwet duidelijk: er is een president, vicepresident, er is een raad van ministers. Maar wanneer de vicepresident niet weet wat zijn taken zijn, want die zijn ook vervat in die grondwet. Mm -hmm. Dan ga je zaken krijgen waarbij die vice-president ervan uitgaat van oké, okay, als er boven raad van ministers nog een regeringsvergadering is om besluiten te nemen die niet genomen kunnen worden in RVM, terwijl de raad van ministers het ambtelijk orgaan is. Van de regering. Er is geen hogere dan dat. En hij is de voorzitter daarvan. En hij is de voorzitter daarvan. Dat zeg ik. De vicepresident heeft niet eens begrepen waarvoor hij op die stoel zit. Want geen enkele president gaat je komen zeggen dat er een top is die besluiten kan nemen. En dan ga jij als vicepresident ervan uit dat je stil mag zitten. Maar erger nog, je zegt dat er problemen zijn. Je ziet de problemen, maar je zit. Als jij niets, ik wil niet zeggen als jij nul. Als ik wil je 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 <laughs> als jij lul. Als niets. Ja. En wanneer je in het parlement bent of op een politieke podia, dat je aan stila wordt, want je wil zeggen: Ja, die man is archimie. Ja, maar hij, en, hij mag toch ook in protest komen? Want hij, is, hij wordt eigenlijk gedezafoeerd. Nee. Nou, Dan is hij allemaal links. Je moet allemaal links gewoon. En dat is het grootste probleem, toch? Je, je snapt niet waarvoor je daar zit. En net als hoe de president. Er, en, en daarom zeg ik toch, er, er worden te veel enge politieke spelletjes gespeeld tussen deze twee mensen. Van hé, hey, we zitten toekomst als we een begroting krijgen. Ja? En we zien dat er op de begroting een post is opgenomen voor armoedebestrijding voor de president van 150 miljoen. En de vice-president krijgt niets. En men komt in protest enkel en alleen om ook een post te creëren ja. voor de vicepresident. En het wordt geaccepteerd door de coalitie. Dan hebben we een probleem. Maar dus eigenlijk, want je gebruikt wel de, 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 de grondwet als een um, bijbel in de hand. Absoluut. Omdat maar eigenlijk... Alle parlementariërs dat kregen. Ja, maar wanneer heeft men voor de laatste aan de grondwet gehouden? Gewoon, ik, ik praat kring, hè? Wie houdt zich werkelijk? daadwerkelijk aan de grondwet. Want iedereen loopt met het staat er, het staat er, het staat er. Maar als ik de grondwet vertrap, word ik opgesloten. Als ik de president alleen maar verkeerd bespreek, word ik al opgesloten tegenwoordig. En als Boutenstraat dat had gedaan, dan was het een tiran. Maar Chan heeft wel record geslagen met om mensen opsluiten die een grote mond hebben. Dus wat voor waarde heeft de grondwet nog tegenwoordig? De, er de, de grondwet heeft een machtige waarde. En kijk. Wij, jij en ik, we mogen nimmer het gevoel geven aan die samenleving dat onze grondwet de kracht van zijn wapen niet maar verloren De samenleving is natuurlijk. De samenleving is snap, niet, niet doorheen. Nee, nee, nee. Ik snap wat, wat er is speelt, ja. maar alles roept zich. En we moeten er nooit van uitgaan dat wat nu verkeerd gaat zichzelf niet roept in de toekomst. Oké, okay, dan heb ik een andere vraag. De handelingen die zijn gepleegd, er zijn een heleboel handelingen gepleegd die niet zijn volgens de grondwet. Met andere woorden. Wat? Geef me een voorbeeld. Je mag bijvoorbeeld geen commissie zetten boven de RVM. Ma ma de, het mag niet. Mag het? Nee, het okay, mag niet. Dus je, hebt maar... de grondwet, dus je hebt de grondwet overtreden. Nee, je hebt nee, de nee, grondwet nee, niet nee, nee, overtreden. Nee, nee, nee. Kijk, je hebt de grondwet niet overtreden. <laughs> de beslissingen wat? worden gemaakt door mensen die dat niet mogen maken. Nee, maar wat, wat gebeurt er uit, uiteindelijk? Kijk. Het wreekt zich en dan ga ik je vertellen. Nee, 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 we gaan niet praten over wreekt. Nee, 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 nee dus het land je... kan toch niet bestuurd maar worden, dus nu, nu, nu komt het, het rekening. Mag ik dan de mensen die dat hebben gedaan in de toekomst ervoor opsluiten? Maar hoe ga je ze opsluiten dan? Dat bedoel ik, dus met andere woorden, de grondwet heeft geen waarde. Nee, 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 dat is het niet. Maar waarom zou je ze willen opsluiten? Oh, maar als je de grondwet intentioneel vertrapt? Nee, kijk, het gaat niet om het opsluiten. Want. Het opsluiten moet jou, niet jouw mindoel zijn. Ja, maar misschien moet er uiteindelijk wel iemand worden opgesloten, ja, want dat je, nooit. Wanneer je wil handhaven, ja. is, niet, is, niet, is, niet, is niet opsluiten je mindoel. Het is steeds opwezen dat het gedrag dat je vertoont niet correct is. Er moet een straf tegenover zitten, toch? Maar daarom toch, er is één straf er tegenover. Wat? En weet je welke straf het is? Wat? Die samenleving heeft de kans om, die, om leiders te kiezen die het goed kunnen doen. Ja, nee, maar dat is dus leuker. dat is die straf nee, maar, die je nee, kan maar dan, dan, nu maak je mij president voor vier jaar. Dan ga ik graaien. Ik ga lenen. Ik doe wat ik wil. Dan word ik weggezet. O jee. Ik zou met mijn 300 miljoen gaan huilen maar, op mijn eiland. Maar, maar, maar is, dat, is dat wat we willen? Maar dat is wat gebeurt toch? Maar goed, we zien we dat nu? Ja. Oké. Okay, gaan wij ervoor zorgen dat wij nu de leiders kiezen die het land moeten besturen? Of gaan we weer, net als lam, makkelammetjes weer stemmen op deze nee, twee maar, gasten? Nog. Deze mannen toch? Hebben beter beloofd. Absoluut. Oké, okay, dus wie nou ook komt en beter belooft en geen verandering inbrengt, er is geen consequentie. Nee, er, wat er is. Kijk. Nee, 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 dat is wat, niet dat waar. Heb, ja, tuurlijk wel. Dat is niet waar. Wie is afgesloten? Hoe oh, bedoel je, wie is opgesloten? Er zou zo geld worden teruggehaald. Dat was dat de campagne. Is, dat, is, dat was de campagne. Dat is een van de zaken Nima, die nooit niet, is gebeurd. En waarvoor nee, nee. En weet je groepje teruggehaald bij mensen. En weet je waarom ze dat doen? Waarom? Omdat okay. ze zelf ook meedoen. Dat is het. En <laughs> da daarom moeten wij ervoor zorgen. Aha. En echt, en dat meen ik. Mm -hmm. Ik meen dat echt. Wanneer je vindt dat je wilt gaan stemmen, want je moet toch gaan stemmen. Jouw stem is goud waard. Jouw stem is je toekomst waard. Maar wij Surinamers, niet iedereen natuurlijk, mm -hmm. de meeste Surinamers weten niet wat de kracht is van hun stem. Ze weten het niet. Ja, maar mijn stem niet voor tegenwoordig, mijn stem tegen. Waar, nou, waar, waar, laten we het anders gooien. Hoe tegen. zou je het anders doen? Ik? Ja. Wil je dat echt weten? Ja, tuurlijk wil ik het weten. Oké, okay, goed. Eén Geen, de re Geen meer reden waarom ik op je zou moeten stemmen. Oké, okay, een van de belangrijkste zaken voor mij is, ja. wanneer ik het voor het zeggen heb, is daadwerkelijk het land besturen zoals het bestuurd moet worden. Namelijk, ten eerste, je hebt je nationaal en je regionaal bestuur. Je gaat moeten leren om te delegeren en los te laten. Dat is een van de belangrijkste zaken. Je gaat sterke DC's moeten hebben. Want de districtscommissarissen zijn het gezicht van de regering in elk district. Dat is één. Twee. De wet regionale organen zoals hij is. Ga je moeten uitvoeren enkel en alleen om je regionaal beleid in kaart te brengen. De manier waarop de begroting nu wordt gemaakt. Kan je in een prullenbak gooien. En je gaat voor een districtsbenadering in je begroting. Omdat wanneer je gaat voor een benadering voor ministerie. Ministeries kan je een land nooit besturen. Omdat het ministeries zijn werkarmen van de president. Maar de districten zijn ontwikkelingspotenties van het land. Dus je zal op basis van je districten je begroting moeten maken. Verder, je zal ervoor zorgen dat dat wat losgelaten moet worden. Dat we zeggen parastatale bedrijven die geen nut hebben. Maar juist beter zullen zijn als je ze voor zelfstandig dat je dat doet. En een van de bedrijven. Die ik vind dat als eerste voor zelfstandig moet worden, is de kustwacht. Omdat de kustwacht zoveel geld voor ons binnen kan brengen. Ten meer omdat onze wateren verbreed zijn met nog 200 seamil. Ja? We hebben nog meer dan dat. We hebben vissen. Doch, we moeten onze viswet veranderen. We moeten weten wat voor vissen we hebben in onze water. 1500 vissersboten op dagbasis. En Suriname kan geen geld verdienen daarmee. We hebben een probleem. Wat ga je doen aan Ik ben nog niet klaar. Wat ga je doen aan natievorming? Natievorming is een gevoel. Ja, dat hoe? je ontwikkelt vanaf kleins af en dat is op de scholen voor middel van onderwijs. Maar het is ook in, binnendringen in de gezinnen. Het grootste probleem dat we op dit moment hebben, we hebben geen grip op onze gezinnen. We praten over een gezinsbeleid, maar hoe, heeft de regie, hoe heb je als staat grip op je gezin? Dat begint met hoe je in de buurten, in de resorten komt. Tot die mensen. Hoe breng je buurtontwikkeling? Hoe zorg je ervoor dat op een bepaalde manier je daadwerkelijk de boodschap brengt die je moet brengen? Hoe zorgt ook die jeugdcentra ervoor dat ze in elke buurt die ontwikkeling brengen, zodat we de jongeren krijgen die we moeten krijgen, de kinderen die we willen, de vrouwen en mannen die we willen? Hoe zorgen we ervoor dat het gezin de boodschap kreeg dat je je kind op een waarachtige wijze moet opvoeden. Ik ga je wat vertellen. Maar wacht even, weet. maar hebben jullie dit alles al in kaart gebracht? Hoe bedoel je? Op papier, want Jan had een plan. Kijk, het begint bij hoe je denkt over je land. Ja, nee, maar hebben jullie al iets uitgewerkt? Want Absoluut, je werkt het uit, maar je hebt nooit alles in de financiën. Toch, je hebt alleen maar een blauwdruk door middel van een verkiezingsprogramma. Mm -hmm. Maar dat betekent nog niet dat dat jouw handvat is. Puur om alles te doen, uitgewerkt in de finesse. Daarom heb je je verkiezingsprogramma. Je hebt ook je gedachten als persoon. Want je moet ook <tus> een visie hebben waar je, met, waar je met je land naartoe wil gaan. Als je dat niet hebt, en het is niet praten vanuit het praten, je moet die realiteit zien. Mm -hmm. Je moet weten te connecten met die samenleving. Je moet ze willen laten geloven in wat je zegt. Want niet iedereen zal je geloven, maar als het grootste deel begrijpt waar je naartoe wil gaan. Dat heb je zo. Snap je dat niet iedereen jullie meer wil geloven? Hoe bedoel je? Vroeger, als iemand van de politiek kwam, was het wauw. Nu is het. Ugh. Het hangt er vanaf. Het is niet alleen Suriname hoor. Het is de hele wereld. Ja, oh. Vooral in het begin. Mijn eigen land, Isabi Maar mij me iets met leiderschap, maar dat hebben wij zelf gecreëerd. Ik ben blij dat je zegt wij. Omdat je ook je deel, deel, deel bent van de regering. Absoluut. Maar snap je waarom men iets van. Ik ben deel van de regering, ik ben deel van het politiek spectrum. <laughs> Dat zeg je wel goed. Je hebt wel een mooi politi politiek spectrum. Ja. <laughs> je bouwt gewoon je haar in. GELACH Nee, nee. nee. nee je, ik bedoel, je moet niet zeggen, ik ben deel van de regering. Ik vier Je was deel van de regering, nee. maar goed. Gaat het je verbazen dat de vlam in de pand vliegt voor 2025? Nou... met 30 zetels in het parlement. Mm -hmm. Nee, onder het volk. Oh. Um, Want wat ik zie is eng. Het geeft me Bosje gevoelens. Bosje periode gevoelens. Maar ook al geeft het je Bosje periode gevoelens, moeten we wel één ding weten. Mm -hmm. En de periode Bosje vanaf... We hebben de verkiezingen gehad in 2000, Ja. Ja. En uh, Wijdenbos zou geloof ik tot 2001 moeten aanzitten of zo. Mm. Of ietsje langer. Maar uh, wanneer je. Uh, want had, plots, had toen een motie van wantrouwen tegen hem, yes. Maar hij heeft nog een jaar kunnen besturen. Dus ook al zou deze regering vallen, betekent nog niet dat we voor 2025 ah. de verkiezingen krijgen. We krijgen ze wel in 2025. Sorry hoor, ik. ik. Ik weet, zomaar dat ik weet, John, maar iets wil ik wel zeggen. Ze hebben bos aan de grootste brug gehangen. Mm -hmm. Maar dankzij die bruggen is wij ontwikkeld en alles. Dus ik vind het zo raar. Nee, ik, kijk, weet dat, ik weet dat er wel wat dingetjes zijn gebeurd, of ja, ik weet niet. Maar, kijk, de tijd nou, van bos, was ik op aarde mm -hmm. Ik zat toen en nog op school. En ik, ik heb de dingen meegemaakt, hoor. Ik denk bij mezelf, dat was gewoon reed. En de manier waarop, wanneer bos. Ik heb die twee bruggen gebouwd en we zijn hem daarvoor ook dankbaar. Ik denk niet dat we hem niet dankbaar mogen zijn. Ik denk dat we hem dat... De grannen die, die, die mogen we die hem wel geven. geven. Maar wat fout is gegaan en dat is een van de dingen die meneer Weidenbos ook zelf zou moeten aangeven is de manier hoe hij zijn uitgavenbeleid heeft uitgevoerd. Ik denk dat die man zelfs ook weet dat hij niet heb wist helemaal niet met geld om te gaan. Ik bedoel, als je voor ruikers zoveel geld moest neertellen. En uh, de, het kabinet van de president elke keer zo bloemerig uitzag enkel en alleen omdat je uh, steeds ruikers moest bestellen. Zoveel de duurste bankstellen moest halen. En ook nog, de ontwikkelingsvisie van dit land niet goed had geplaatst. Terwijl de man, meneer Weidenbos een prachtige visie had over decentralisatie. Mijn ding. Yeah. Waarop ik ga promoveren. Yeah. Het is iets wat ik bestudeer. En ik kan met hem sparren in denken. Als ik met meneer Wijdenbos praat over decentralisatie, mm -hmm. kunnen we een week lang zitten. We, zijn, we baden niet. We eten <laughs> alleen ja. en we praten over decentralisatie. Eerst een slimme man. Die man en ik, we have it on. En yeah. ik weet ook. Decentralisatie is de sleutel voor dit land. Dit land mag nooit bestuurd worden op basis van gecentralisme. Gecentrali en dat is precies wat deze president doet. He doesn't get it. En hij weet niet eens dat die grondwet zegt dat we een gedecentraliseerde eenheidsstaat zijn. En meneer Weidenbos heeft misschien die financiële decentralisatie tot een de feit gemaakt. En ik ben hem daar dankbaar voor. Maar wat hij niet heeft gedaan... Hij heeft niet ervoor gezorgd dat die comptabiliteitswet een weerspiegeling was van decentralisatie. Hij heeft ook zijn uitgavenbeleid niet daarop weerspiegeld. Hij heeft te veel uitgegeven. Hij heeft ervoor gezorgd dat we een centrale bank kregen dat niet meer de kracht had zoals het moest zijn. Dus dat was zijn probleem. Oh, okay, okay, okay. Als, dat, als, hij, als hij een beetje meer had gewerkt aan een streng financieel beleid, een streng uitgavenbeleid. Geloof me. Was hij er nog steeds? Was hij er nog steeds. Oké, okay, dan gaan we weer terug naar die story van uh, het vlam in de pan. Um, dus eigenlijk is het om op straat te gaan nu? Je mag op straat gaan. Ja, nee, want Tjan kan sowieso nog een jaar doorregeren. Want de, de verkiezingen moeten hey. nog worden uitgeschreven. Ik ben hey. een realist. Dus. Nee, ken, en hij gaat alles kunnen doordrukken tot die tijd. Wat we niet moeten doen, is mensen het gevoel geven dat ze, niet mogen, dat ze, dat ze moeten staken omdat ze het doen om die regering zo snel mogelijk weg te jagen. Ze doen het voor die bewustwording dat ze andere leiders moeten kiezen. Want als je dat doet, <coughs> dan is je focus niet dat je die man nu weg wil. Je weet dat hij weggaat. Hij moet weg. Dus dat. Dus ik zeg het voor het eerst. Dat die regering weggaat. Ik zeg het voor het, het, het eerst. <laughs> hij ik, gaat weg. Je weet, ik ben op straat gegaan. Absoluut. Ik heb Het eerste wat ik schreeuwde is... Ik ben niet hier om Tjaan naar huis te sturen. Yes. Ik heb het altijd gezegd. Niet ik ben er ook altijd voor op weg gekomen. Mm -hmm. Nu IMF naar buiten is gekomen. Met zijn boodschap. Met die boodschap heb ik iets van... En vanmorgen ah, hebben ze weer... Oh, afvallig. Helemaal. Amalou ah, Afolk. Finaal. En kijk... Dus, ne nee. dus, dus door IMF heb ik iets van... Nu ben ik bereid het openlijk te zeggen. Ga naar huis. Ja. ja. Want je hebt mij straal voor de gek gehouden. Belazerd. Weet je wat? Heb je hebt gezien wat IMF nu weer, die vrouw. En hé, hey, die vrouw is een toffe vrouw, hè? Want ja. ze heeft zo weer op een, loon, belast, een loonsysteem gewezen. Maar dat bedoel ik dus elke dag, dus, maak, denk oma, van hé, hey, wacht even, die man heeft ons helemaal uitgemolken al die helemaal. tijd. Helemaal! En ik wist het, en daarom zeg ik het ook, hè? Toen ik erover sprak in het parlement, zei men, Patricia, nee, IMF dit. Ik zeg, ik weet dat IMF niet zo is. Ik weet dat 100% IMF is niet zo. IMF kan nooit, omdat ik ook snap, ik heb, weet je, als bestuurskundige moet je die dingen lezen. Ik ga op IMF hun page, ik ga, ik ga hun conceptmodellen lezen. IMF heeft modellen hoe ze landen laten gaan qua economie. Ze hebben speciale modellen, maar ze hebben modellen al twintig jaar aangepast. Twintig jaar, want 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, als je naar IMF ging voor een conceptmodel. Ja, maar, Persie, ja, ja. Maar, Persie. maar ze hebben ook ingezien van hé, hey, dat is niet de oplossing. En wat de mensen, wat heeft ze, wat hebben die leiders gedaan, ze hebben gebruik gemaakt van dat denkbeeld en hebben ze het geplaatst. Ja, IMF. IMF. Ik wist dat het niet waar was. Maar kan en ik wist erop. Ik kan, wees erop. kan IMF nu met een gestrekt been aan het vliegen van, nee. we geven geen geld meer, want je loopt volk. Nee. IMF moet toch ook inzien dat, dat er een leider is die de boel. Dat hij, dat, hij, dat hij eigenlijk schermt met IMF. en daardoor dingen kan doorvoeren. Misschien moeten die dingen worden doorgevoerd, ik weet het niet. Maar het is niet. Het is de, de manier. Tot wat je, dat is net bosje. De manier. Weet je wel, misschien moeten al die subsidies weg. Laten we die man de benefit op de dood geven. Maar je noemt het wel, volk. Ja, ik ga, maar subsidies weghalen. Want look, if you pour a subsidy, mm -hmm. wat, wat doe je? Wat creëer je? Hoe maak je het beter? Kijk, ik heb altijd gezegd aan de regering, gebruik het algemeen bureau voor statistiek. Weet je dat men ABS niet gebruikt? ABS heeft de sleutel, de tools, de formules om onderzoekingen voor je te doen, gezinnen in beeld te brengen die problemen hebben. Ze weten wat ze moeten doen. Je laat ABS jou niet sturen in het oplossen van problemen. Maar dan, waarom lijkt het erop alsof Juist alle tools die er zijn, niet worden gebruikt. Bijna bekruipt het gevoel dat hij denkt: Ik weet alles. Nee. Want als de vest bijvoorbeeld komt met zoveel oplossingen. Zo so waarschuw je van tevoren. Ja. ABS. Mm -hmm. Wij als, 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 als volk schreeuwen zoveel dingetjes. Macht. Macht is een gevaarlijk ding. Hm. En kijk, het is net als een beker toch? Hm. Er was een priester die een hele mooie. Um, dan moet ik het zeggen, een parabel of een visie gaf over hoe met mag om te gaan. Laten nou we zeggen, het is een beker, je krijgt het. Dan zegt men, je moet het alleen vasthouden, je mag nooit eruit drinken. Toch? Maar het is zo aantrekkelijk, toch? Dan ga je tippen. je denk je het drinken? Ja, ja. Dan ga je drinken. En dan ga je blijven drinken. En wat word je? Machtsdronken. En dat is met deze president en vicepresident president gebeurd. Ze hebben die machtsbeker gehad, maar ze hadden nooit moeten drinken eruit. Wat ze hadden moeten doen? Ze hadden het moeten houden. Want het is een beker dat je krijgt. En er is wel iets lekkers erin, maar het is niet om te drinken. Het is vergif. Het is drugs. Tuurlijk. En dat is het probleem van deze twee mannen. Neem mag je kies aan Max Becker. mag je drinken, Ze zijn Max dronken. Nog steeds. Weet je en wat het is? Ze blijven drinken. En oh. het probleem is nu. Hmm. Wanneer je Max dronken bent, hoor je en zie je niets. Daar nog zegt men. Hoogmoed. Kom voor de val. Absoluut. En ik kan je 100% zeggen. Wanneer die mannen geen macht meer hebben. Zodat ze voor hun omgeving en voor hun familie. Een groot probleem zijn. Omdat. Een, het, 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 is, het is gevaarlijk als je niet weet om te gaan met. Maag. Ja, maar je krijgt krijg op een gegeven moment afkikverschijnselen. Je gaat net een junkie zijn. Van, je gaat gek worden dat je geen macht meer hebt. Absoluut. En dat is wat gebeurt met maag. En dat is die natuurlijke um, afstraffing straft de, de natuur straft je ook. En dat is het. Kijk, dat IMF zoveel zegt mm -hmm. aan Suriname is een teken van luister naar samenleving, weet je wat je doet. Maar wat IMF niet kan doen is bepalen hoe we met onze leiderschap om moeten gaan, want dan komen ze aan de soevereiniteit van onze natie. Klopt, maar ze kunnen wel zeggen, geef je dus geen geld meer, want je maakt misbruik van mij. Kijk, wat er gebeurt, IMF gaat niet ervoor kiezen. Om je in problemen te zetten als land. Dus dat soort balans gaan ze ook weer opmaken. Ze geven je een duidelijk antwoord, maar ze gaan niet zeggen: van, luister nou, we gaan je niet helpen. Omdat ze dan komen aan die internationale code of ethics. Dat betekent: je mag een land nooit laten vallen. Griekenland bijvoorbeeld. Het was verschrikkelijk met Griekenland. Maar zowel IMF als Europese Unie. Moesten helpen. Ondanks ze wisten van. Ey, ja, maar ze hebben bestuurlijk wel. Bestuurlijk heeft Griekenland grote problemen. Dus je kan niet. Dus internationaal is er een code of ethics. Ja, maar ze je hebben wel En eerder... enkel land vallen. Net als Venezuela ook. Ja, maar ze hebben wel eerder tranches tegengehouden. Dat kunnen ze nu wel doen. Ze kunnen tegenhouden, ja. Maar dat betekent niet dat ze het niet zullen geven. Ze kunnen niet tegenhouden. Ze kunnen wel zeggen: je moet dit in orde maken, je moet dat in orde maken, zo in orde maken. En ik denk dat die mevrouw daarvoor is gekomen. Omdat. Er is een IMF-kantoor en die mensen hebben alle berichten gehoord. Alles hebben ze gehoord. Dus ze denken, oké. Okay. En dat, daarom, ik, ik hou van het internationale, maar je sparen alles op. Die mannen, weet je, moeten we moeten van ze leren, toch? Ik leer ook, toch? Ja, eh? Nou, Johnpoe direct, spara data. Want wanneer je komt, moet je klappen. Pap, pap, pa, pa. Ze mogen niet opstaan. is dus net wanneer je aan een, een wedstrijd gaat om te vechten, ja. toch? zijn Ga je een of boe 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 boe. Je moet op schoppen wanneer het nog groot is. <coughs> Helemaal. Allemaal. Allemaal. Je mag mogelijkheid voor knappen. Want ik zo zoveel ruimte. Om het beter te doen. Ja, nee. Maar eigenlijk, die klap die is uitgedeeld. Het is nog heel vers in mijn geheugen wat IMF heeft verteld. En mijn mond viel open. want yeah. Eigenlijk is er ook elke keer gelogen, want alles was de vorige regering. Yeah. De vorige, en dat was IMF. De IMF. vorige en IMF. En heb ik iets van: besef je wel in wat voor Jorka soep je jezelf hebt gegooid? Kijk, ik, ik geef de regering daarvoor geen vrijbrief. Mm -hmm. Want ze hebben wel een basis gecreëerd voor problemen. Maar dat betekent niet. Dat ondanks we een basis hebben gecreëerd voor problemen, dat jij het niet beter kan doen. Dat jij de mogelijkheden niet ziet. Er zijn genoeg mogelijkheden. Maar nee, meer poesel, ik ga gewoon door. Absoluut. Maar bij mij gaat het erom. Dus daarom Wat... zeg ik ook: ik had al hiervoor gewaarschuwd, ook in 2020. Zit niet steeds te kijken naar de vorige regering. Wat zijn jouw oplossingsmodellen? Door dus steeds iets te. Ja, maar de regering. In het begin was het even van: oké, okay, je, je hebt. Je hebt ze daar, je wijst het erop. Mm -hmm. Het volk, die samenleving is niet vergeten. Die samenleving weet van, hé, deze gasten, ah, no contact. Weet je, want je hebt het ook niet beter gedaan. Ga er niet vanuit dat die samenleving het niet weet. Maar, zet jezelf niet in die rij dat die samenleving ook zegt, oh, jij hebt het helemaal niet, jij hebt het niet eens begrepen wat je moet doen. Yeah. En daar is die samenleving nu. De regering ook in Brunswijk, ze hebben het niet begrepen. NPS. Ja. Dus 5 voor 12. Mm -hmm. Ga jullie het een beetje anders aanpakken? Want jullie waren de grootste partij. Ik heb hem ook laten vertellen dat jij de meeste stemmen als vrouw ooit in de geschiedenis hebt gehad. Gaan ja. ze daar wat, wat meer mee doen? Meer met met mee. die feiten: dat, dat je zoveel stemmen hebt gehad? Wel. <laughs> <laughs> je weet, ik hoor van pijl. Ik zie gewoon, gewoon die pijl. Men moet luisteren naar het volk. Uh -huh. Maar wat zijn jullie van plan? Gaan jullie de campagne een beetje anders aanpakken? Oké, okay, laat me jou die vraag stellen. Yeah. Hoe zou jij die campagne van de NPS willen hebben? Jij bent, ik vind jij, dat bent als... de, jij bent de kiezer, je gaat stemmen. Hoe zou je het zien? Het land heeft behoefte aan vernieuwing. Oké, okay, prima. Mm -hmm. Wanneer je ziet dat je dingen steeds op dezelfde manier doet, ja. ga je dezelfde resultaten hebben. Goed. Het is geen geheim dat jij de populairste bent binnen de partij. Okay. Gewoon puur op de cijfers. Als je kijkt naar het aantal stemmen dat je hebt gehad, heb je ze allemaal weggeblazen. Dat ja. is een feit, toch? Uh -huh. Dus ik vind, zet een andere trekker. Oké. Okay. is, hebt ja, mijn mening gevraagd. <laughs> het is niet, zijn niet jouw woorden. Dus je hoeft je ook niet bang te zetten dat ze je gaan capituleren <laughs> daarvoor. <zo. laughs> En als ze dat doen, dan gaan ze nog minder stemmen dan ooit krijgen. Ja. Maar ik vind wel dat als de NPS kans wil maken... en dit ze hebben zichzelf in een unieke positie gezet. Men wil geen paars meer, men wil geen oranje meer, men wil geen zus meer. Dus eigenlijk heeft GroenLicht groen de. Ja. ja. GroenLicht de. Ja. Maar jullie gaan wel een extra effort moeten doen. En jullie gaan moeten luisteren Absoluut. naar de mensen... Zoals, uh, jullie gaan moeten luisteren naar de mensen die eventueel voor jullie willen stemmen. Ik heb het al vanaf het begin gezegd. Ik heb op jullie gestemd. Ja. Ik weet niet of ik deze keer op jullie ga stemmen. Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Ik heb niet het gevoel van: oké, okay, we zitten in een tokko-tokko. Jullie zijn capabel om het te doen. Ik heb dat gevoel nog niet. Oké. Okay. Ik ben nog niet overtuigd. Okay, maar ben niet, niet of het uh, van wie Ik vind dat het zwak leiderschap is binnen de NPS. Want toen die knoepen moesten worden doorgehakt om uit de oppositie te stappen, wat veel te lang heeft geduurd, mm -hmm. had ik echt iets van, met zo'n slim besluit, ga je, met zo'n zo uh, logisch besluit, ga je ja. dus zo lang aan beren mee om? Dat laatste als er echte knoepen moeten worden doorgehakt. Bij de persconferentie heb ik begrepen, iedereen wist waarvoor die persconferentie werd gehouden. We gaan uit de, op, uit de coalitie stappen. Het heeft drie kwartier geduurd met zo'n onderbouwing. Terwijl, if you jullie know, nu leiden, met dat mensen. Jullie zijn niet achterlijk als volk, als, als, als mijn kiezers. Jullie weten waarom deze, waarom deze persconferentie is um, bijeengehaald, of weet ik veel, slecht Nederlands, want ik begin geïrriteerd te worden. <laughs> Die Comacandra kandra is, omdat jullie weten dat wij doen. En jullie weten waarom. We gaan eruit, dit is de reden. Maar we zitten. Ja en dit en ja en dat en ja en zus. Jullie zouden olie, een ministerie van olie en gas krijgen of zoiets. Jullie zijn direct geschokt van alle kanten. Jullie hebben het geslikt als zoete koek. Dat is niet waar. Ach, jullie, hebben ge jullie zijn gewoon in die coalitie gebleven. Nee. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Jullie werden zo vaak genegeerd. Terwijl jullie toen al moesten wijzen van... Nou broertje, we hebben play aan Dat is voor mij een zware teleurstelling geweest. Ik zag vanaf dag één van... Dus wat jullie laten jullie gewoon over er is gewoon over jullie rug lopen. en ik heb mij daar mateloos aan geïrriteerd. Ja. Dat is je hebt mij gevraagd, jij hebt het niet gezegd. Die, die kun je het niet voor kwalijk nemen want net zoals we de, de president en vice-president kunnen bespreken, moet ik ook eerlijk zeggen dat de partij waarvoor ik had gestemd op dat moment iets, Ik had iets van jullie zijn zwakke broeders, dus pak het anders aan naar mijn mening. Absoluut. Toon daad, kracht. Uh, het daadkracht. Daad, ja. mm -hmm. Toon daadkracht en verander die samenstelling. Want jullie gaan precies dezelfde resultaten halen als jullie dat niet veranderen. Men heeft behoefte aan vernieuwing. Oké. Okay. Anders gaat die andere partij, paars, die moet gewoon zo popcorn eten, want men gaat tegenstemmen. Oké. Okay. Ik ben het helemaal oh, ik, ik moet afsluiten, nee. ik heb begrepen. Oké, okay, maar ik, wil, <laughs> nee, ik we ga. Ik wil, we, ik ga even door, we nee, gaan even door. We gaan even door, we maar ik toch wel ingaan. Yeah. En ik wil je bedanken voor jouw... Inzichten, want het is jouw zienswijze en dat moeten we respecteren. Ik zei net gelijk, ik heb maar gevraagd naar mijn mening. Absoluut. Okay. En, en ten eerste, kijk, um, veel mensen willen ook weten waarom ga je uit die coalitie gaat. Dus die onderbouwing zou moeten komen. Ja. En uh, de ene wil direct de boodschap hebben, de andere wil ook weten waarom. Dus die waarom was heel erg belangrijk. En misschien voor de ene heeft het te lang geduurd, voor de andere was het juist goed. Dat is zo. Verder, we horen steeds over leiderschap binnen de partij. Ja, we moeten naar een andere leider. Belangrijk is, en dat moet ik ook hier benadrukken. Ten eerste, de NPS heeft structuren binnen. Weet je, van mm -hmm. oké, okay, we moeten stemmen en zo. Deze, de voorzitter, meneer Rusland, is er tot en met 2025. Daarom, dat, dat heeft tot en met 2025 gekozen. En dat is wat we moeten accepteren. Verder nog. De NPS heeft altijd meerdere leiders gekend. Dus het is geen probleem als de mensen zeggen: van luister, no, ik hou bijvoorbeeld van Patricia Etnel. Maar ik ben niet helemaal weg van meneer Rusland of ik hou van Ivan Hildoplein. Het is een normaal gegeven. Dat mag, maar. Maar, en, maar meestal wordt de voorzitter de president. Hoeft niet. En, en dat wil ik niet, weet je waarom? Ik ga het gewoon zeggen: toen ze hebben gebombardeerd, is het niet voor je opgenomen. Ze hebben je hoog en droog laten hangen. Niemand heeft zijn mond opengemaakt. En misschien is het wel gedaan achter gesloten de deur, maar voor ons als volk, als kiezer, had ik iets van. Serieus? Wil je ja. met als in je veld gewoon? Maar luister, het is ook. Al... En dit zijn mijn woorden hoor, het zijn niet van mevrouw Ednel. <laughs> dus ook <onderwijs> nog maar. <laughs> en als je de Rusland wil komen, dan mag je komen met Bambeli gewoon live ook doen. Nee. Nee, dus, dat moet je luister, ook nee, horen. Nee, 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 kijk. dus kijk. Mm. Dus kijk. Oh. We moeten altijd. No respect. Gagu -gagu ja, ja. Nee, we <laughs> moeten altijd respect hebben voor onze voorzitter. <laughs> dus ja. I have respect for him. Ja, Weet je? Respect daarvoor. Helemaal. Verder nog. Um, de RPS heeft niet altijd gekozen voor de voorzitter om president te worden. Want dat hebben we gezien bij Aron en Venetiaan. Okay. Aron was voorzitter van de partij, maar hij heeft ervoor gekozen dat de Vinitian president werd. Okay. Dus, okay, okay. Het, het dus het kan altijd. Point tegen. Dus het hoeft niet weet... zo te zijn bij de RPS dat de voorzitter de president wordt. Point tegen. Maar omdat het wel vaak gebeurt nee, ben ik de mensen. Nee, het daarvoor. hoeft niet. Oh. Verder nog. We hebben in de partij nooit één soort leider gekend. We hebben verschillende leiders gekend. Dus wat ik de samenleving wil zeggen is, in de NPS, je hoeft niet te zeggen van ik ga voor die voorzitter. Je kan ook gaan voor iemand anders. En oh, die voorzitter is ook niet iemand die zegt van oh nee, dat wil ik niet en ik vind dat niet prettig. Nee, hij beseft dat ook en hij is daar ook van oké okay, als men zegt van Patricia en het wel voor Iva, iemand wel voor mij. No problem. We kijken niet zo naar die voorzitter. Het is niet zo dat die voorzitter alles en alles is. Omdat we dat nu zien bij ABOP en zo. Dus ja, daarom we, we, we in vrede. De je je voorzitter heet, van yeah. ons is niet te vergelijken met die voorzitter van ABOP okay. Absoluut niet. Okay. Nee, nee, die vergelijking niet. En weet je, het gaat niet erom dat we een andere voorzitter moeten hebben. Mm -hmm. Enkel en alleen om het beter te doen in de NPS weten we. We hebben een voorzitter. Maar we hebben ook structuren die meehelpen om het systeem te dragen en die hebben ook hun macht en hun power. En de gezichten die er zijn binnen de NPS, zoals we dat hebben herkend, vanaf de oprichting van de partij, mm -hmm. zo zal het blijven. Tijdens spengeltijd hadden we ook van genderen. Van genderen was even populair. Ja. Ach, Spengel. Hij was het binnenland voor jullie? Absoluut. Yeah, yeah, yeah. Tijdens we had gezegd, Aaron hoor. hadden we Roefens nooit meer. En nooit meer was even populair als Aaron. Okay. Dus als we het nu hebben, tijdens Venetiaan, hadden we ook Otmar Rogers. En ja, bij Venetiaan is het een beetje veranderd dat ze echt op Venis stemden. Mm -hmm. Maar we hebben gezien bij de laatste verkiezing van 2020 dat men niet alleen voor de voorzitter heeft gestemd, men heeft ook gestemd. Voor pa Patricia Etnel. Dus de voorzitter had meer stemmen dan mij. Hij had 8000 zoveel. Maar men heeft ook laten zien: van... oké, okay, we, we houden niet alleen van de voorzitter, we houden ook van Patricia Etnel. En dat is datgene binnen de NPS. We gaan dan niet zeggen van hé, hey, we gaan Patricia Etnel afstraffen. En laat me ook zeggen binnen de NPS: ik heb ook mijn dingen met ze hoor, want niet ja, we allemaal. We hebben het gezien. Maar ik moet ook zeggen. <coughs> Als er iets is, is dat de confetti, dan weet ik zeker dat die NPS'ers gaan komen met hun balk en hun stokken en hun bullepeuzen om ook te helpen. Dus voor, voor mij is het belangrijk, misschien heb je een goede voorzitter, maar het wordt tijd dat hij wat meer laat tonen dat hij zulke noten heeft. En misschien wordt het tijd ook dat hij zijn mond wat meer open begint te maken. Ja. Want dat zogenaamde, ja, dat werkt niet meer. Dat werkt okay. niet meer. Dat is van vroeger. Het werkt gewoon niet meer. Dus verander je aanpak. Want het hele zogenaamde, nee... Ik heb laatst ook iemand hier zo gehad. Uh, uh, van een bepaald beroep. Ik ga die persoon niet bespreken. Nu is er, een, is er een hele andere groep van hetzelfde beroep. Die een commissie heeft. En ja, we zijn het niet eens. Ik zeg dan, schrijf een brief met wat ze heeft gezegd. Of hij heeft gezegd. Yeah. Of kom, zelf in het programma. Nee, we zijn niet zo. Ik zeg wel, dat geef je haar woorden meer kracht. Of zijn woorden meer kracht. Absolute. Want je maakt je mond niet open. absoluut En zwijgen is instemmen. Ja. En ik blijf zeggen, ze hebben je hoog en droog laten hangen toen het erop neerkwam. Punt. Mensen, ik moet absoluut... <laughs> ik ben vervelend, ik weet het. Nee, nee je maar bent vervelend. Me... Ik, ik hoor het van is een... jouw mening. En yes. ik respecteer dat. Yes. Nee, het, ge... het heeft me geïrriteerd. En, en, ook. en ik heb bij vele andere mensen van ook. politieke partijen die zijn gekomen... Ja. heb ik nooit mijn persoonlijke mening gegeven, want ik had niet op ze gestemd. Absoluut. Dus dan moet ik mijn klep houden daar zo. Ja. Maar in deze heb ja. ik wel erop gestemd. Dus daar vind ik dat ik recht heb om mijn mond open te maken. Heel en wel. daarom, want meestal geef ik nooit mijn persoonlijke mening, op, omdat ik ervoor heb gestemd. En ik ben ook niet overtuigd om voor ze te stemmen. Heb je, een een heb je nog een boodschap van de samenleving? Sowieso. Ja, daarom is het van jou. gegeven, wiki. <laughs> <laughs> ik heb alleen maar kerosine over je gehoord. <laughs> <laughs> nee, um, ik wil je bedanken dat je me de gelegenheid hebt gegeven om te praten in je podcast. En sowieso de samenleving um, altijd moed en hoop blijven inspreken om niet op te geven. Want ik zeg altijd: als je opgeeft, laat je het kwade naar binnen. Mm -hmm. En we zijn mensen en de mensheid is niet gemaakt om op te geven. De mensheid is, is gemaakt om door te gaan. Dat is het. We ja, moeten door blijven gaan. Want dat maakt ons mens. En ik geloof in betere tijden voor Suriname. That's it. Ik ben heel blij dat je weggekomen. En. Ja. Um, yeah. Ik hoop dat jullie het goed aanpakken. Jullie hebben een unieke kans. Helemaal. Uh, kijk, je hebt het mooi gezegd als hoop. Ik heb hoop dat deze president dit jaar het land stuurt zoals het hoort. Want hoe je het ook daar verkeerd het blijft mijn president. En hoe je het ook daar verkeerd is: is mijn vicepresident. En wij hebben als land misschien een issue, maar als één buitenstaander. Slecht over mij, president of vice-president, paraat? Nou, voor mij. Kom op, kom op, Wij hebben het recht. Juist. Buiten juist. niet. Precies, precies. Delemaal. precies. Ja. Dus ik hoop echt dat het gewoon beter gaat in Suriname. En ik blijf erbij dat natievorming, naar mijn mening, het eerste is wat we moeten aanpakken. Uh, we moeten niet meer bezig zijn met die Hindustan, de Black -Man, de Chinees. Dus we zijn Surinamer. Zelfs die wit man, die blonde man die er nooit bij, bij wordt betrokken, hij betaalt ook belasting hier. Hij hey, is ook een Sanaman. Over natievorming kan ik een heleboel vertellen. Maar ik denk dat we niet. Nee, nee, nee. niet. Nee. Maar. Om te komen tot een natievorming <laughs> moet je eerst een volk hebben. Ja. En we zijn nog geen volk. Het we komt. zijn op weg we door, we om door, we volk door, we te we worden. Door, dus uh, ik zou zeggen van. Um, we, we zijn op weg. We moeten ook alle bevolkingsgroepen de kans geven om zichzelf op te trekken. <laughs> Naar Klop. hoger. Klopt. Mensen. Dat was het. En tot de volgende keer. Thank you. Helemaal. Later. Hi. Dankjewel dat jullie hebben gekeken naar het programma. En als jullie hebben genoten, ga alsjeblieft naar onze YouTube-channel. Share, subscribe, like die Tory. We zijn op Facebook. We hebben onze eigen website nu: www.thedavepodcast.com Mocht het zijn dat je wilt opgeven omdat je je verhaal wilt doen, dan kan je daarop geven. En tot de volgende keer. D, V, A baby. Let's talk.